We staan hier in de voormalige Schuilenburg in de gemeente Oudewater. We gaan hier vanuit het IFV samen met Brandweer Nederland en met de veiligheidsregio Utrecht eind juni, begin juli groot onderzoek doen naar rookverspreiding. Rookverspreiding is een van de trends die we zien in branden de laatste jaren, waarbij beperkte branden in woon- en woonzorggebouwen ervoor zorgen dat het hele gebouw onder de rook komt te staan. Met als gevolg gezondheidsschade bij bewoners, gebouwen die volledig ontruimd moeten worden. En dilemma's voor de eerste brandweereenheden die ter plaatse komen. Wat we uit willen zoeken is hoe ontstaat deze rookverspreiding en hoe kunnen we die rookverspreiding gaan beperken.